De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, is gisteren begonnen met een driedaagse workshop over de Internationale Maritieme Organisatie Lidstaat Audit Schema, IMSAS. Het doel van de workshop is het creëren van awareness en het trainen van actoren en stakeholders voor dit programma. De IMSAS is een auditprogramma dat is ontwikkeld door de Internationale Maritieme Organisatie, waaraan alle lidstaten worden onderworpen. Het doel van de audit is om na te gaan hoe het lidland de geratificeerde IMO-verdragen in de nationale wetgeving heeft opgenomen. De audit van Suriname is gepland voor februari 2018. De audit past in het kader van het formuleren en uitvoeren van het Nationaal Maritiem Beleid. Tijdens de workshop heeft Ryan Fungaloy, hoofd juridische zaken van de MAS, aangegeven dat landen de verantwoordelijkheid hebben te controleren of de schepen die onder hun vlag varen zich houden aan de verdragen met andere landen. Als je dat niet doet, kan het voorkomen, of ja, bijna kan je zeggen, zal het zo zijn dat als die schepen naar een haven gaan van een staat die wel de verdragen heeft geratificeerd en geïmplementeerd, dat jouw schepen dan ja, aan de ketting gelegd worden of boetes zullen krijgen. Dus als vlaggenstaat heb je een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw schepen voldoen aan die internationale verdragen. In de meeste verdragen heb je een heleboel, hoe zal ik het zeggen, zinnen. En als je, alles is in het Engels. Als we het gaan vertalen naar het Nederlands, moeten we het zodanig vertalen dat het binnen die strekking van het verdrag blijft. Je kan niet gewoon vertalen en het krijgt een andere uitwerking. Als land gaan we ervoor moeten zorgen dat we de zaken to the satisfaction of the administration. Het is, iedereen vertaalt het anders. Maar je moet het zodanig vertalen dat, het, dat je toch niet tegen het verdrag gaat handelen. Ryan Fungaloy, hoofd juridische zaken van de Maritieme Autoriteit Suriname. De MAS is gisteren van start gegaan met een driedaagse workshop voor het creëren van awareness in zaken de IMO Member Stake Audit Scheme, IMSAS.